Terry Middels nummer 1468 met een uitzending voor vandaag 13 november 2018. Dit is bulletin van dinsdag. Ik heb vooral aan het eind van de middag nog steeds last van griepverschijnselen, dus vandaag helaas nog geen nieuwe content. Ik doe het nog een beetje rustig aan. Vanaf is trouwens de D-Star ronde om 20:30 op diverse D-Star repeaters en op de site van Frans PD4 Fox Mike Juliet. De website is pd4fmj.nl. Vandaag deel 10 van de serie over geheime elektronica. In deel 9 gisteren ging het over de generaties van encryptieapparatuur van na de Tweede Wereldoorlog. De eerste generatie daarvan was geheel mechanisch, met soms enkele buizen. De tweede generatie werkte uitsluitend met buizen. De derde generatie encryptieapparaten in de VS waren apparaten die allemaal waren opgebouwd uit transistoren en geïntegreerde schakelingen. Deze apparaten deden hun intrede in de jaren 80. Deze apparaten waren veel kleiner en betrouwbaarder en er konden sterkere algoritmen worden gebruikt. Reparatie bij de apparaten van deze generatie gebeurde in het veld slechts door een diagnostische modus op los te laten en bij een probleem een complete unit te vervangen door een reserve-exemplaar, waarbij het defecte exemplaar op een centrale plaats werd gerepareerd. Aan de voorzijde van deze apparaten zat een connector om de encryptiesleutels in het apparaat te laden. In eerste instantie werden de sleutels nog wel verspreid op papieren strips, vergelijkbaar met stukken ponsband die door een externe laser konden worden getrokken, die aangesloten was op deze connector. Later kwamen er aparte draagbare elektronische apparaten beschikbaar voor het op die manier uploaden van de sleutels. Het belangrijkste kenmerk van de vierde generatie is dat de sleutels nu elektronisch worden verstuurd. Deze apparaten werden gebruikt in de jaren 90. De apparaten waren achterwaarts compatible met apparatuur uit de derde generatie. Bij deze systemen deed de zogenaamde veiligheidstokens hun intrede. Deze tokens zijn fysieke apparaten die toegang geven tot elektronisch beveiligde bron of een beveiligd apparaat. Zo worden ze wel gebruikt in combinatie met een wachtwoord als zonder wachtwoord. Vergelijkbaar met een sleutel in de vorm van een creditcard die toegang geeft tot een hotelkamer. Daarnaast werd een soort splits-technologie gebruikt om geheim materiaal op te splitsen in twee delen, waardoor met bijvoorbeeld sleutels en ander geheim materiaal gewoon als niet geheim kon worden omgegaan, alsof deze niet geheim hoefden te blijven. Tenminste, zolang ze niet bij elkaar werden bewaard. Het ging in deze periode ook een keer mis. Onder president Clinton werd de zogenaamde Fortessa-kaart geïntroduceerd die toegang moest geven tot allerlei geheimen. De kaart was onderdeel van een controversieel voorstel voor een chip die de Clipper-chip genoemd werd. De Clipper-chip, in feite een chipset, was bedoeld als een beveiligingschip die door telecommunicatiebedrijven, zoals telefoonbedrijven, voor encryptie gebruikt zou moeten worden. De chip was onderdeel van een programma onder de Clinton-regering dat overheden van staat, federaal en lokaal de mogelijkheid moest geven om alle telecommunicatie te kunnen afluisteren. De Clipper-chip beschikte daarvoor over een zogenaamde backdoor, een achterdeur. Elke chip was bij fabricage voorzien van een unitsleutel en met het serienummer van de chip kon dan de informatie bestaande uit tekst, beeld of geluid in de vorm van telefoongesprek of anders door overheden worden gedecodeerd. Het project werd aangekondigd in 1993 en in 1996 werd het project als mislukt beschouwd en weer verlaten. De Clipper-chip gebruikte een eigen algoritme van de NSA en een 80-bits sleutel. Dat was in die tijd ook al geen supersterke sleutel. Een complicatie was dat wat normaal gebruik is bij het ontwerpen van cryptografietechniek, het zogenaamde peer review, niet mogelijk was omdat het systeem als geheim was geclassificeerd. Deze zogenaamde peer review houdt in dat een bedenker zijn systeem aan vakgenoten geeft ter kritische beschouwing. Bij ingewikkelde dingen zie je snel iets over het hoofd, terwijl iemand anders er vaak gemakkelijk de vinger op legt. President Clinton verdedigde het systeem door te stellen dat de nationale veiligheid in het geding was. Veel mensen met enige kennis van zaken dachten echter dat het eerder de terroristen in de kaart zou spelen. De regering beargumenteerde echter dat terroristen verplicht zouden zijn voor al hun communicatie te communiceren met telefoonapparatuur met daarin de chip en dan zou de overheid kunnen meeluisteren. Een enigszins naïeve gedachte, want de terrorist neemt waarschijnlijk gewoon 1 of 2 prepaid telefoons uit het vaderland mee zonder de betreffende schakelingen. En tenzij alle buitenlandse apparatuur zonder chip, ook die van bijvoorbeeld toeristen, ook in de ban gaat, zit daarin niet de afluisterbare overheidsencryptie. Al gauw bleek het systeem reuze kwetsbaar. De chip communiceerde bijvoorbeeld ook de overheidssleutel, de zogenaamde loper, voor het apparaat en die kon de derde daardoor gewoon onderscheppen.
Voor de beveiliging tegen geknoei met de chip was slechts een 16-bits hash beschikbaar. Een aantal bits dat zo'n beveiliging zo goed als waardeloos maakt. Er waren diverse voorbeelden van hoe de beveiliging van de chip voor de gek gehouden kon worden. De overheid deed zijn uiterste best om het systeem niettemin ingevoerd te krijgen. Het trok zelfs enkele van de exportbeperkingen in voor encryptiealgoritmen, maar het mocht niet helpen. Een veel sterkere encryptie als die met PGP was al op grote schaal in gebruik. En waarom zou je dan nog overschakelen op een zwakker systeem waarbij de overheid meekijkt? We keren terug naar de generaties van encryptieapparatuur. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, was bij deze vierde generatie apparaten de cryptoperiode niet kleiner, maar juist groter. Althans, voor de gebruiker. Gebruikers van extra beveiligde overheidstelefoons hoefden hierdoor slechts eenmaal per jaar een speciaal telefoonnummer te bellen om hun encryptiesleutels te updaten. Verder werden in deze jaren zaken als encryptie met een publieke sleutel geïntroduceerd, het versleutelen van commerciële standaarden als ethernet en van glasvezel multiplexing bij geheime netwerken. Een risico daarbij is overigens als er ongewilde verbinding zou ontstaan tussen zo'n geheim netwerk en het reguliere openbare internet. Volgende keer gaan we verder met de vijfde generatie encryptieapparaten. De aflevering daarna gaan we waarschijnlijk verder met andere geheime elektronica dan encryptie. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.